Goedemorgen allemaal. Welkom terug. Het is donderdag 19 december. Heel erg vroeg. Het is heel erg koud. En ik voel me absoluut waardeloos. Oh, alsof de bus over mij gereden is. De dag moet nog beginnen. Ik ben Vidioot. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Wij gaan vandaag een spoiler review doen van een boek. En volgens mij kan dat eigenlijk niet. Volgens mij kun je een boek niet spoilen. Maar ik ga het toch spoiler review noemen. En dit is een waanzinnig goed boek, maar er zit een beetje verhaal achter. Dus het is een hele persoonlijke review. Lang, lang, lang geleden, dit is Boston University. Lang, lang, lang geleden was ik gewoon een beetje online aan het kloten, niks aan het doen. En toen kwam ik dit tegen, of sterker, ik kwam dit tegen. Deze video's op YouTube. En wat is dit? Ja, het zijn een soort. Het is een soort debat tussen een aantal professoren. En niet allemaal professoren die werken voor Boston University, maar professoren die ook elders werken. En die professoren die zijn aan het zeiken, echt waar, letterlijk, aan het zeiken over dat boek, Legacy of Ashes. En meer dan dat kan ik er ook niet van vinden. Er is een agenda. En dat is het. Het is gewoon de hele middag zo te zien. Ouwe hoeren over het boek. Zeiken over het boek. En ik kwam dit jaren geleden tegen. Toen heb ik er een beetje naar zitten kijken. En toen raakte ik geïnteresseerd. Het boek wat ze aan het afzeiken zijn. Is het boek Legacy of Ashes. The History of the CIA, geschreven door Tim Weiner. En dat kun je hier ook eens zien. Hier staat ergens Legacy of Omissions, what Tim Weiner didn't write. Coffee and refreshment. An Ashen History, a critical commentary. En wat deze mensen aan het doen waren, deze mensen, die professoren, was het één, het boek, dit fantastische, geweldige boek afzeiken. Maar wat ze ook nog eens aan het doen waren, was de CIA verdedigen. Met heel vreemde argumenten, vond ik. Als er nou een organisatie ter wereld is, waar die helemaal bol staat, helemaal uitpuilt van de schandalen, dan is het wel de Central Intelligence Agency. Dus toen ging ik een beetje wat verder zoeken. Ik ging eerst uitzoeken wie Tim Weiner was. Nou, dat kun je hier vinden. Een American reporter en author. Hij heeft 4 boeken geschreven. En hij heeft een Pulitzer Prize gewonnen en een National Book Award. Dus dat is hartstikke goed. En hij heeft die National Book Award heeft hij gewonnen voor inderdaad A Legacy of Ashes, The History of the CIA. En hij heeft de Pulitzer Prize for National Reporting gewonnen voor zijn boek Blank Check, The Pentagon's Black Budget. Dus dat is de fantastische schrijver, weet je. Dit is iemand die lastige, moeilijke onderwerpen durft aan te snijden. En toen dacht ik, weet je wat, die professoren die moeten niet zo zeiken. Ik ga gewoon dat boek ga ik scoren. Ik adviseer iedereen om dat te doen. Of leen het ergens in hun bibliotheek. Of vind een tweedehands kopie. Of koop de goedkope variant. Koop hem als e-book. Dan is die maar €12. En het is echt een fantastisch boek. Daar krijg je absoluut geen spijt van. Ik zelf ben voor het luisterboek gegaan.
Ik wilde hem als audioboek hebben, want ik had van iemand gehoord dat het fantastisch leuk geschreven was en daardoor ook fantastisch leuk voorgelezen werd. Het is je zou denken dat het een heel zwaar, heel heftig boek is, maar nee, het is best licht, gek genoeg. En ik ga het doen. En ik heb de afgelopen 2 maanden zo'n beetje, ietsje langer geleden, 3 maanden, bijna iedere avond stukken van dit boek geluisterd. Ik val alleen altijd meteen in slaap, dus dan moest ik weer een stuk terugspoelen. Het is een dik boek, 812 pagina's. En als luisterboek duurt het ook urenlang. En ik moet zeggen, het is een absoluut fantastische ervaring geweest. Om gewoon avond na avond te gaan liggen en dat boek aan te zetten. En daarna een beetje naar te luisteren. Het is echt fantastisch. Wat is de CIA? Nou ja, volgens mij weet iedereen dat wel maar goed. De CIA is a civilian foreign intelligence service of the federal government of the United States. Tasked with gathering, processing and analyzing national security information from around the world. Primarily through the use of human intelligence. Dat is wat ze doen. En zij werken dan voor de president van de Verenigde Staten. Dus ze rapporteren rechtstreeks aan hem. Dus de directeur van de CIA, die rapporteert rechtstreeks aan de president van de Verenigde Staten. Dat is ook wat ze zijn. Ze zijn een soort geheime arm, een soort informatieverstrekker voor de president van de Verenigde Staten. En de president mag dan besluiten of hij andere mensen bij dat soort informatie wil betrekken, et cetera. Maar ze werken voor hem. En toen ik dacht, nou, een history van de CIA, dan krijg je een soort geschiedenis van de Koude Oorlog. Want de CIA is opgezet direct na de Tweede Wereldoorlog. Amerika had geen geheime dienst. Daar zijn ze een beetje mee begonnen voor het eerst tijdens de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze, kwak, de CIA in het leven geroepen. En de CIA kreeg een soort extra geheime taak erbij die nergens helemaal goed gedefinieerd is. Namelijk naast intelligence gathering en informatie richting de president van de Verenigde Staten krijgen. Hebben zij ook nog een geheime tak. Dat is deze tak, de Directorate of Operations. Is responsible voor bla bla bla. De Directorate of Operations is responsible for collecting foreign intelligence. Mainly from clandestine human sources. Dus weet je wel, mensen die informatie verschaffen over hun land. Dus spionnen of verraders, zoals je. And for covert action. Kijk, zo, daar staat het zo even. En covert action, ze worden ook wel de clandestine service genoemd. Daar staat die Defense Clandestine Services. Maar goed, ze doen de clandestine services en covert action, dat betekent zeg maar alles wat je maar wil. Dus dat kan betekenen iemand vermoorden. Dat kan betekenen iemand kidnappen. Dat kan betekenen, weet ik niet, een fabriek saboteren of een oogst laten mislukken. En zoals we weten nu, meer recent, kan het ook betekenen mensen kidnappen en vreselijk martelen. En dit is waar de problemen zitten bij de CIA. Dat komt heel erg goed naar voren in dat boek. Het verzamelen van informatie zijn ze eigenlijk ook niet geweldig goed in. Want ze hebben fantastische achterlijke fouten gemaakt op allerlei manieren. En ze hebben met hele, hele dubieuze mensen samengewerkt. En wat het leuke aan dit boek is dat hij is niet een soort jongensavonturenboek gaan schrijven met geheime agenten en missies in Berlijn en dit en dat. Nee. Hij heeft iets heel bijzonders gedaan. Hij is namelijk het archief van de CIA ingedoken. Het archief van de CIA, ja. Tim Weiner heeft alleen maar officiële bronnen gebruikt. Dus hij heeft geen informanten gebruikt of
mensen die met ze hebben samengewerkt, of krantenartikelen, of documentaire materiaal. Nee. Geen anonieme bronnen. Nee, alleen maar het echte archief van de CIA. En hoe werkt dat ongeveer? Nou, de CIA doet zelf onderzoek naar zichzelf. En dat doen ze in de vorm van geschreven histories en in de vorm van oral histories. Dus na geheime dingen die ze doen, weet ik veel, een inbraak ergens of het stelen van geheimen ergens, dan doen ze daarna een eigen intern onderzoek. En dat wordt dan opgeslagen en blijft dan heel lang classified, geheim. Maar op een gegeven moment wordt dat declassified. En hij heeft al dat declassified materiaal, hun eigen interne geschiedenis en hun eigen woorden. Dus woorden van CIA-agenten zelf, die ze niet tegen hem gebruiken, maar die ze intern tegen elkaar gebruiken. Dus we hebben directeuren die aan het kankeren zijn over presidenten. We hebben presidenten die aan het kankeren zijn over directeuren van de CIA. We hebben adjunct-directeuren die aan het kankeren zijn op de directeur. We hebben directeuren die aan het kankeren zijn op adjunct-directeuren. Het is een absoluut zootje is het daar. En hij wandelt ons door het ontstaan van de CIA, de oprichting. En dan zijn ze echt een soort waanzinnige cowboys die maar een beetje wat doen. En dat neemt toe naarmate de budgetten groter worden. En ze steeds ruimer covert action gaan interpreteren. En dat gaat zo'n beetje door tot en met Nixon. Dus van 1945 een beetje tot en met ergens de jaren 70, medio jaren 70, daar verliest Amerika de Vietnamoorlog. Van Vietnam blijft heel weinig over. Dat met name Zuid-Vietnam en Laos en Cambodja helemaal kapot gebombardeerd na 10 jaar oorlog. Nixon wordt eruit gewipt als president, want hij blijft als schurk sjoemelaar geweest te zijn. En dan krijg je in Amerika de zogenaamde Church Committee hearings. Dat is ergens medio, eind jaren 70. En daar komen de meest afschuwelijke dingen over de CIA naar boven. Pogingen mensen te vermoorden, drugs dealen, met drugs experimenteren op mensen, met allerlei vormen van vergif experimenteren op mensen, ontwikkeling van vergif. Te veel krankzinnigheid om op te noemen. Alles en iedereen maar afluisteren, inbreken waar we maar willen, samenwerken met de maffia, samenwerken met doodseskaders, noem het maar op. Het is echt een beerput. Dan komt Jimmy Carter aan de macht. En vanaf Jimmy Carter, dus laten zeggen 1978 zo'n beetje, vanaf Jimmy Carter zien we dan de CIA opnieuw gaan escaleren. Ze beginnen gewoon weer terug bij af. Ze hebben een flinke veeg gehad door de Church Committee. Maar binnen de kortste keer wordt daar weer een zootje. En dan krijgen we Jimmy Carter en daarna Ronald Reagan. En de oorlog in Afghanistan. En samenwerken met mensen die heroïne verkopen en opium groeien. En de meest geflipte radicale religieuze gekken ter wereld bewapenen. Illegaal wapens dealen aan Iran, samenwerken met doodseskaders in Centraal-Amerika. Het is gewoon precies hetzelfde weer. En dat gaat dan helemaal zo door, escaleren, door de jaren 90 heen. En dan krijgen we 11 september. En dan gaan je zou denken, god, nou erger kan het niet, want het is al zo'n zootje. Maar dan vanaf 11 september... krijgen ze een soort nieuwe injectie in de arm, een nieuwe boost. En dan kunnen ze echt compleet gek gaan doen. Met inderdaad geheime gevangenissen waar mensen doodgemarteld worden. Gewoon voor de kick, denken we dan. Tot en met het fiasco in Irak. Weet je wel, Saddam Hussein heeft kernwapens en chemische wapens. En hij gaat ze tegen ons gebruiken. Oh, en hij had waarschijnlijk ook iets te maken met 9-11. En die leuke Irak-oorlog, die hij is nu
2 biljoen, dat is met een B, weet je. Dus dat is 2000 miljard, 2 biljoen dollar gekost. Tot op de dag van vandaag, met als leuke bijwerking. Dat Irak helemaal in puin ligt en Syrië ligt helemaal in puin. En in Libië hebben we open slavenmarkten. En in Syrië hebben we ISIS die homoseksuelen van het dak afgooit. En of denkt dat slavernij van vrouwen is toegestaan. En in Irak hebben we ook een stel radicale maloten aan de macht waar je helemaal niets mee kan of wil. En als we ietsje verder zuidelijker gaan, dan hebben we Saoedi-Arabië die heel Jemen aan het veranderen is in een zandbak. En Jemen was al niet zo heel veel. Mensen zijn letterlijk aan het doodgaan van de honger daar en de cholera. Maar goed, dit boek houdt ergens op. Volgens mij 2004, 2005. Want toen is het gepubliceerd. Absoluut fantastisch van begin tot eind. En het is heel nuchter, matter-of-factly geschreven. En ja, dit zijn hun eigen woorden. Dit zijn hun eigen inzichten. En gewoon voortdurend mensen die aan het roepen zijn van ja, we wisten niet echt wat we aan het doen waren. Ja, god, het moest van de president. Ja, hij zei dat het moest. En voortdurend materialen die vernietigd en verstopt worden. Dus ze doen interne rapportages richting hun eigen directie. En in zo'n interne rapportage staat dan, wij zijn een zootje, het slaat nergens op. We kunnen makkelijk 2000 mensen ontslaan. En dan zegt zo'n directeur, oh oké, okay, stop ik in mijn la op slot. Of stop ik in een kluis op slot. En dan gebeurt er vervolgens helemaal niets. Mensen in dienst houden die gewoon dronken zijn vanaf de lunch. en drugs. Het is absoluut fantastisch van begin tot eind. En hoewel het vreselijk heftig is, want alle mensen, alle dingen die ik nu noem, die komen echt aan bod. En toch, ja, prima boek voor het slapen gaan. Vreselijk entertaining. En er zit een gezonde dosis, ja, ik zou het een soort beetje flauwe humor af en toe gebruiken. Om de belachelijkheid van de redenatie van deze mensen en hun motivatie te beschrijven. Het is heel goed te begrijpen dat deze saaie academici, deze saaie professoren, deze apparatchiks van Boston University vreselijk aan het klagen zijn over het boek. Want ja, na zoveel miljarden uitgeven komt dat bedrijf, de CIA, er beslist niet goed uit. De geruchten gaan dat het huidige budget van de CIA rondom de 30 miljard dollar per jaar ligt. En dat is geen kattenpis. Dit boek is een dikke aanrader. Echt een dikke, dikke aanrader. En ik wil daar nog deze toevoegen. Wat er heel veel naar voren komt, en dat gebruiken ze allemaal, dus van gewone agents in the field, tot en met, laten we zeggen, de managers en de directie, is dat ze voortdurend zeggen, nee, sorry, maar we serve at the pleasure of the president. En hier staat eronder, it used to say that something is done or can be done because someone wants it to be done. En dat is iets wat je ook door het hele boek heen ziet. Presidenten, de executive branch van de Verenigde Staten, die weten drommels goed hoe de vork in de steel zit, namelijk jullie, de CIA, jullie werken voor mij. Nou ja, ik ben de baas. Dus je hebt de ene na de andere geflipte president die gekke dingen wil, illegale dingen wil, hele ranzige dingen wil. En dat basically laten uitvoeren door deze mensen. Ze zijn een soort attack dog bijna. Een soort opgefokte pitbull die je los kunt laten. En dan, weet ik niet, verscheuren ze een kind of zoiets. Daar komt het een beetje op neer. En dan achteraf zegt die pitbull, die zegt, ja, mijn baasje zei dat ik het moest doen. En dat zie je door het hele boek heen. De ene na de andere directeur. Ik moest het doen van mijn baas. Heel bijzonder. Het is een dik boek. Je bent er lang mee bezig. Maar denk je eens in, burgemeester Halsema. De kerstvakantie komt eraan. Laten we eerlijk met elkaar zijn. U heeft 2 van die afschuwelijke tieners. Die zien er zo uit. Let op. Hè? Dat u even grijpt. Zij is een tweeling. Hè? Dus dat is 2 keer het plezier. Ik denk het niet. Zo, 2 van deze.
binnen in die ambtswoning waar u niet die marktconforme huur voor betaalt. Omdat helemaal niemand dat kan betalen, ook de burgemeester van Amsterdam niet. Want dan zou je, weet ik niet, een paar duizend euro per maand moeten neerleggen aan huur. Dat is niet gewoon meer, dat is belachelijk. Het is de Herengracht. Maar goed, back to my verhaal. De hele dag binnen. 2 weken lang, kerstvakantie, 2 van deze. Komen pas om 2 uur uit hun bed. Zijn er geen eieren? Waarom heb ik niet met eieren gehad? Ik had gezegd, waar is mijn oplader? 2 weken lang. Ik moet er niet aan denken. Ik ben nu al ziekjes aan het worden. Denk je eens in, hè. 2 weken op de bank. In je dikke sokken. In je dikke sokken. Met je hoodie op. Koptelefoon op. Tim Weiner. Fantastische voorleesstem. Echt waar, het oude boek is helemaal te gek. Het is een heerlijke stem. Ik heb natuurlijk geen vrouwen gehoord, maar ik denk een hele aantrekkelijke stem. En dan even 2 weken. Ja, ik doe mijn huiswerk. En ga maar naar opa en oma. Nee, mama heeft een hele drukke baan. En dan 2 weken lang Legacy of Ashes. The History of the CIA van Tim Weiner. Wat denkt u ervan? Dat is mijn advies. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.